Welkom dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik het over hebben over de Oosterse geest. Over de geschiedenis, over hoe het eruit ziet en filmpjes en allerlei dingetjes. Dus we gaan meteen beginnen. Als eerste de foto natuurlijk, hoe de Oosterse geest eruit ziet. De Oosterse geest is natuurlijk een demonisch figuur uit de voorshow van het Spookslot. En is ontworpen door Tom van de Ven. Alles is ontworpen door Tom van de Ven. Hij zit zeg maar op de plek waar je zeg maar als je de ronde zaal zeg maar binnenkomt zeg maar. In een rotsachtige nis nabij het einde van de wachtrij annex voor show van het Spookslot vinden we echter een rond glazen raam, de Oosterse geest. De figuur zit tegenover natuurlijk de wachtrij, oftewel de deuren zeg maar, de deuren van de wachtrij. Het is een van de iconische figuren van het park. De demon zit in kleermakers zit met geklauwde handen gevoren over een grote glazen bol. Te oordelen naar zijn slagtanden en starende blik is de Oosterse geest een ware slechterik. Zijn ogen bewegen langzamerhand op en neer en zijn mond met tanden gaat open en dicht in een nauw kauwbeweging. Hij draagt een gouden kroon en breiden gouden banden om armen en polsen, voorzien van kammen. Zijn armen zijn verder ontbloot en harig en zitten vol met bulten en fratten. Opvallend zijn de puntige schouderstukken. Zie zijn kop omlijsten, ook zijn tenen hebben scherpe nagels. Dit is waarschijnlijk zo'n beeld, zeg maar, die iemand heeft gemaakt van de Efteling. Zo hoort het eigenlijk eruit te zien. Op het sprookjesalbum. Dit zijn zeg maar de spoken op de Efteling. Ik laat ze wel even zien. Hier zo de stoomcarousel spoken op de Efteling spookkasteel. En de jongen die leerde griezelen. En dit was het ontwerp van Anton Pieck. Natuurlijk, het lijkt een beetje hetzelfde op elkaar, maar dan heeft hij geen boog. Want hij heeft een boog op en die bol is heel groot. Van de Ven baseerde zijn ontwerp op meerdere demonen van Anton Pieck. Dus eigenlijk heeft Tom van de Ven eigenlijk gewoon gekeken naar de Anton Pieckse varianten, zeg maar. Die voorkomen in zijn sprookjes van 1001 Nacht. Oké. We zien de Oosterse geest op de spoken op de Efteling, deel 9 en de herdenkingszegels. Ontwerptekening, het ziet er bijna hetzelfde uit, alleen de gordijn mis ik en natuurlijk het glas mis ik. Maar ja, het glas kun je heel moeilijk tekenen. Dit is natuurlijk de vrouw, zeg maar. Die prinses, de Oosterse prinses. En dan heb je het skeletvorm van haar. Ontwerp dan. En dit was zeg maar de wachtrij elementen. Dus hier heb je die fakkel en hier die, volgens mij die skeletten enzovoort. De Oosterse geest doet gelijk mee met natuurlijk de hoofdshow. Dus eigenlijk het programma van de Oosterse geest is eigenlijk gewoon net als de Vlederikken, zeg maar, wanneer de Vlederikken zich laten zien. Nadat het verhaal is afgelopen, gaat natuurlijk de Oosterse geest natuurlijk zich laten zien en natuurlijk zijn kracht laten doen. Ik zal het filmpje wel even laten zien van Eftel Wesley, want die staat natuurlijk hier zo. En daarna gaan we natuurlijk verder naar natuurlijk wat ik hier natuurlijk allemaal heb in de geschiedenis. Dus ik laat het even zien. Ik zal wel even het geluid uitzetten.
Oké, dat was het filmpje. Jullie hoorden natuurlijk de zo... Dat zijn zeg maar de vlederikken. Dat zijn zeg maar die vleermuizen. Oké, we gaan verder. Veel mensen vroegen zich af, joh, Denzel, hoe komt het nou zeg maar dat dit... Dat het prinses in die bol, hoe komt dat nou? Nou, het is een Pepper's Ghost effect. En voor veel mensen die het niet weten, ik laat wel even een foto zien. Dit is een Pepper's Ghost, is een illusietechniek, zeg maar, bijvoorbeeld bij Spookslot. Kijk, bijvoorbeeld, dit is natuurlijk hoe de pop in het echt is gemaakt. En dit is natuurlijk hoe we het zien in Spookslot. Dus eigenlijk, het is meer realistischer. Dus ze hebben een Pepper's Ghost effect gebruikt. Na de cyclus met de Oostersgeest klinkt hier net als in de ronde zaal het verhaal van het Spookslot. Na het verhaal start het programma van de Spookslot nog een keer, waarna het tafereel stilvalt. Maar ja, oké. Ik zal eventjes de geschiedenis van, de Oosterse geest. Dat is heel interessant om te weten. Hij werd voor het eerst gezien, niet in het Spookslot, maar in het Victoriaans Theater. Ik zal even laten zien wat het is. Dat is natuurlijk in het Carouselpaleis is hij het voor het eerst gezien. Misschien staat hij ook nog wel bij. Of hij nog iets is gekomen, zeg maar. Even kijken of hij nog iets... Kijk, oh ja, hier staat het. In de jaren 70 werden er ook verschillende afleveringen van het tv-programma Ren je Rot opgenomen. In 1977 is hier de Oosterse geest te zien. Een voorproefje op het nog te openen Spookslot. Oké. Ik ga nu eventjes het fragment laten horen. En hier kun je het zeg maar lezen. Want dit is eigenlijk hetzelfde als het fragment. En daarna laat ik de foto zien. En daarna gaan we natuurlijk verder. Welkom, beste gasten. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik een tipje van de sluier op te lichten van onze nieuwste attractie, die in het seizoen van 1978 voltooid zal worden. Door de enorme omvang van dit project, Europa's grootste spookruïne, zijn wij gedwongen de werkzaamheden gedurende het seizoen voor te zetten. Hetgeen mogelijk een paar kleine ongemakjes voor u met zich meebrengt. Wij zijn er echter zeker van dat de geesten en spoken u in 1978 volledig in hun ban zullen houden. Nou oké, dat was dus zeg maar... het fragment is zeg maar opgenomen door, even kijken, Theo Hoogwald. Ik zal even laten zien wie het is. Dit is Theo Hoogwald. Deze man, denk ik. Die ook verantwoordelijk was. Hij is in 1951 in dienst. In 1983 is hij uit dienst gegaan. Oké. Natuurlijk. Dit is natuurlijk de foto. Knoet en de Bond werken aan de geest in 1977. En die stond natuurlijk nog in natuurlijk het Carousel Theater. Toen stond... Ja, dit was voordat Spookslot opende natuurlijk. Naast de promotionele waarde was deze opstelling ook nuttig om de bewegings- en belichtingstechnieken te testen. Uiteraard kreeg de Oosterse geest bij de opening van het Spookslot in 1978... daar zijn permanente plek in de voorshow. Pas een jaar later na de opening in 1979 werd bij het beeld de vertelling van het verhaal toegevoegd, ingesproken door Tom van Beek. Ik heb jullie 2 dagen geleden al het verhaal laten horen, dus als je die nog niet gezien hebt, kijk dat video eventjes, andere video eventjes. Want dan weet je namelijk welk verhaal er bij de Spookslot of bij de Oosterse geest wordt ingesproken. Ja, het is nu nog eventjes afwachten of de Oosterse geest natuurlijk terugkomt in Dans Macabre. In ieder geval, dit was de video dus van de Oosterse geest. Hou je ook van de Oosterse geest en wil je dat hij terugkomt, laat het me weten in de reacties. En bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren en te liken als je het nog niet hebt gedaan op mijn kanaal. En voor degenen die het al hebben gedaan, top. Hartstikke top natuurlijk. Dat is een goed voorbeeld. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren en te liken als je dat niet hebt gedaan.
En druk ook op dat duimpje omhoog voor te supporten voor meer Efteling en Fortnite video's. En we zijn er natuurlijk volgende keer weer met natuurlijk meer spookslot video's, Efteling video's of natuurlijk nieuwsvideo's van Dans Macabre. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doedels.